Hoi, super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe weekendvlog. Mijn naam is Rosanne. Het is vandaag donderdag, dus het is eigenlijk nog niet eens echt officieel weekend. Maar ik ga vanavond naar Kira toe, vriendin van mij. Dan gaan we daar even lekker samen eten. En gaan we lekker even filmpje kijken, even lekker thee drinken. Wat heb ik hier nog meer zitten? Oeh. Ja, ik weet dat ik hier wat heb zitten. Het is echt huge. Maar ja, ik wijk weer van mijn vrouw af, maar... Ga ik naar Kira toe en ga ik daar door naar Davy. Blijf ik daar slapen. Vanaf Davy ga ik morgen naar mijn werk toe. Uit mijn werk ga ik weer naar Davy toe. En dan gaan we met vrienden kaarten en zo. Zaterdag ga ik met Simone lekker naar het dorp toe. En zondag gaan we mij thuis gewoon naar Koumetten. Gezellig. En oh, leuk. Wordt gewoon een superleuk weekend. Maar ik ga eerst die koffer daar inpakken. Die daar. Ja, ik neem een koffer mee. Maar dat is gewoon super handig, zo'n klein koffertje. Want dan hoef ik geen tassen mee te nemen. Ik ga mijn kleren bij elkaar zoeken en dan ga ik er zo vandoor. Want het is inmiddels 6:30 geweest en ik moet ongeveer om 6:30 zijn. Het is een half uurtje rijden, dus ik moet over 1/2 uur weg. Ja. Yeah. Ik ben bij Kira aangekomen en ze heeft zo'n leuk huisje. Echt superleuk. Echt een superleuke kast met van die wijndingen daar. En ik ben toch verliefd op deze stoel. Kijk nou, enig. Dit is echt mijn favoriet nu. Ik moet ook zo'n stoel. En dit zo hier, echt heel erg leuk. Hey Kira. En nou gaan we lekker even genieten van deze avond. Dus jullie vanavond weer. Een hele goede morgen, lieve mensen. Het is vandaag zaterdag. En ik ga naar Dortmund. En Simone, Simone die is daar al. Gaan we even lekker het terrasje pakken. Een beetje naar de winkels toe en zo. Het is echt super lekker weer. Dat is echt wel chill. Gisteravond heb ik alleen niet gevlogd. Omdat, trouwens gisteren de hele dag niet. Omdat ik gewoon gewerkt heb. Daarna gingen we eten. Gingen we gelijk door naar vrienden toe. Gingen we daar pokeren. Dus eerder thuis was het 3:30. Dus dat was echt laat. En nu is het 1 uur en ga ik nu weg. En dan zie ik jullie zo meteen in de stad. Oké, ik ben nu bij de Primark. En ik heb hier achter al mijn spullen liggen. En we gaan passen. Dit is trouwens de outfit van vandaag. Echt mega simpel. Ziet er echt super lekker. Oké, let's try on. Zo. En toen was maandag. Ik zal even uitleggen wat er gebeurd is. Jullie hebben helemaal niks gezien natuurlijk. Maar mijn laatste shot was in de kleedkamer van de Primark. En ik was van plan om een soort van paskamershop nog te doen. Ik heb echt heel veel zin in. Maar toen wou ik mijn spullen aan de kant schuiven. En toen viel mijn camera zo op de grond. Ik dacht eerst van, nou weet je, dat valt wel mee. Dat fix ik wel even. Die is zo weer gemaakt. Dat was niet het geval. Ik heb bijna lopen huilen van frustratie. Want zo'n camera is gewoon super duur. En toen ben ik naar 2 camera shops gegaan. En die zeiden allebei dat die het niet meer ging doen. Balen. Baalde ik heel erg van. En als ik hem zou laten maken, zou de reparatiekosten net zoveel geld zijn als een nieuwe. Dus toen ben ik naar de Mediamarkt gegaan en heb ik gevraagd of ze misschien een aparte lens hebben. Om te checken of het al een lens lag. Die deed het al helemaal niet. Mijn beeld werd helemaal zwart. Dus ik was nog meer in paniek. Ja, toen was het van, wat ga ik nou doen? Nou, toen heb ik dus besloten om een nieuwe te kopen. Ik heb gewoon exact dezelfde gekocht, want deze vond ik gewoon heel erg fijn. En ik heb dan geen zin om weer onderzoek te gaan doen naar een andere camera. Dus ben ik gewoon weer bij mijn eigen vertrouwde Sony beland. Maar jeetje mine, wat was ik in paniek. Dus ik heb gisteren ook niet kunnen vloggen. En nu is het maandag en dan ga ik weer vloggen. Ik ben vanochtend wezen sporten. Dat was even lekker. Nu ben ik mij gaan klaarmaken, want ik ga zo naar papen leggen. Ik ga even naar de kapper toe en even mijn nagels weer laten doen. En dat moet gewoon gebeuren. Dus dat is even mijn planning voor vandaag. En ik ga me nu eventjes klaarmaken. En dan zie ik jullie zo meteen als ik opgemaakt heb. Oké, ik ben nu in Papendrecht beland. Ik sta in een parkeergarage en ik ga zo meteen naar de kapper toe. Het is 21:50, bijna half. Ik ga nog ook even naar de fotospeciaalzaak. Eventjes wat regelen. En daarna ga ik mijn nagels doen. En dan ben ik weer een hele dag verder. En ja, dat is even de planning voor vandaag. En dan gaan we nu even doen. Ik ben bij de kapper en we gaan nu mijn haar doen. Het gaat zo'n stuk vanaf, denk ik. En dan ga ik haar lijn laten zetten. Heel erg benieuwd naar mijn resultaat. Oké, er zitten nou highlights in mijn haar. En dan leggen we het eruit en dan gaan we nog spoeling doen. En dan gaat het geknipt worden. Ik ben echt zo benieuwd. Oh, is het nou echt wel zoveel anders? Ja, het is veel assiger dan. Leuk! Ik zie het een beetje in mijn camera. En dit is mijn nieuwe haar. Oké, ik ben weer terug van de kapper. Ik ben echt mega blij mee. Zoals je kan zien zijn er highlights ingezet. En er is er echt een stuk van afgegaan.
Ik vind het zo tof, ik ben er zo blij mee. En ik ga nu even mijn haar krullen om te kijken hoe het is met krullen. Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. En voor de straks vanavond lekker chillen, even serie kijken. Ik ga lekker veel ontspannen en relaxen. Daar heb ik echt heel veel zin in en behoefte aan. Maar eerst even mijn bed opruimen, want daar liggen nog wel rotzooi. Dus dat ga ik even doen. Inmiddels is het wat later op de avond en ik ben moe. Ik heb mijn haar een beetje gekruld. Niet te erg, want ik merk met dit haar, als je dan te erg gekruld, dat het dan echt super kort wordt. Dit vind ik echt heel erg leuk. Ik ben er ook echt heel erg blij mee. En ik ga nu ook deze vlog lekker editen. Dus jullie bedankt voor het kijken. En dan zie jullie graag in mijn volgende video weer terug. Doe die duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En tot ziens. Dag.